Hele goede morgen allemaal en we zijn weer aangekomen bij de La Mascleta. En ik zie al iets heel leuks daar in de kooi hangen op dit moment. Ik kom even wat dichterbij voor jullie. Ja, zo te zien wordt het vandaag chaos mensen, namelijk de Terremoto dubbel laags. Ze zijn hier druk en druk en druk bezig en vandaag schiet het bedrijf Zarzoso. Nu dispara Pirotecnia Zarzoso de Altura, empresa fundada en 1931, porten disparante en la plaza desde el año 1992. En mi mucha mix de la Pirotecnia Zarzoso de Altura. Thank you.
ontiegelijk druk het hier al is in Valencia. En het wordt ook alleen nog maar drukker. Nou, we zijn even een blokje om de straten te bekijken. En hier staat weer een enorm faillabeeld. De straat waar we nu lopen is altijd veel leven. En ze hebben hier ook enorm veel souvenirkraampjes in dit gebied. Dus hier halen we meestal best wel veel souveniertjes op elk jaar. Zo heeft mijn moeder bijvoorbeeld deze met faia's erop staan. Ook nog zo'n sjaaltje met de faiera en faiera major. Mijn vriendin heeft hier ook al haar eerste Trueno Friends. Nou, daar heb ik dus ook een hele rij van hier aan hangen. En mijn pa die zit hier al rond te lopen met een mooi Valencia hoedje. Maar dit is toch een mooie een. Een pet met de La Mascleta erop. Ja, wij zijn hier echt toeristje aan het spelen als we in Valencia zijn. Zo zijn we al aangekomen bij het volgende faillabeeld. Het is een soort van robot op een klokje of zoiets. Ja, die faillabeelden die kom je echt overal tegen op dit moment. Nou mensen, moet je dit eens zien. Hier komt toch pas een grote faillabeeld. Moet je zien wat een joekel dit is. Zo, vanaf deze kant kunnen we een beetje beter zien. Kijk eens. Dat is een mooie. Oké, mensen, moeten jullie dit ding toch eens een keertje zien? Dat is toch gewoon niet meer normaal. Hoe stijf dat hier ook gewoon tussen de gebouwen staat. Gewoon ertussen. Ja, dit is een klein pleintje gewoon tussen gebouwen die best hoog zijn. En als dat de fik in gaat, dan wordt dit hele plein gewoon een oven. Ja, het wordt hier bloed en bloedheet als je bij deze crema gaat kijken. Nou, ik ga ook even een klein beetje vanaf de zijkant bekijken. Ze hebben daar verderop in het plastic nog wat van die kleine beeldjes staan. Verbazend. Nou, druk aan het werk hier. Want we zijn weer bij een andere grote faia aangekomen. Namelijk, eentje van Pinocchio. Ook weer een joepel van ding. Kijk, komen ze weer met een gedeelte aanzetten. Nou, van beeld naar beeld, hier hebben we nog zo'n enorm ding. Kijk eens aan. Wauw. Net nog een heel klein vuurwerkwinkeltje hier ergens gevonden. Die verkocht ook allemaal souvenirs, maar ook vuurwerk. Dus ik heb wat leuke dingetjes gekocht. Zo, net terug in het huisje. En wat heb ik gekocht? Nou, hier... Ja, vuurpijltjes. Zo te klinken zit hier crackling in. Ik weet niet wat ze doen, of er ook een knal in zit of niet. Ze zijn van El Gato Pyrotechnia. Eens even zien, 73,44 gram verdeeld over dit hele pakket. F2. Nou ja, waar niet zo duur is het denk ik. Neem een paar kleine geëinde pijltjes voor tussendoor mee. Deze zijn heel leuk. Die gaan ronddraaien en fluiten en dan vliegen ze de lucht in. Dat is echt super grappig. En dit zijn crackling balls XXL. Gewoon leuk spul om lekker te stoken. Jullie vragen je vast af van waarom hebben we nog niet zoveel stookvideo's gezien. Nou, het heeft er puur mee te maken, wij zijn nog in de vroege dagen. Ongeveer vanaf de 15e beginnen de Spanjaarden hier ook meer te knallen. Want dan zijn de Spanjaarden zelf ook meer vrij. Dus dan is er meer volk op straat en wordt er meer geknald. Er wordt op dit moment hier en daar wel geknald. Maar het is voornamelijk kleine kinderen met alleen een beetje klein kindervuurwerk. Dus van die chino's en dat soort dingen. Ja, in principe gewoon nog steeds knalvuurwerk met flash erin. Maar hey, dat is kindervuurwerk hier in Spanje. Maar dat andere spul, zoals die dikke Trueno's, dat kun je beter vanaf rond 15 maart mee beginnen. En vanaf
rond 18 maart en 19 maart. Nou, dan is het gewoon bijna oud en nieuw hier. Dan is het volop vuurwerk. Everywhere. Dus vandaar, zijn nog rustige dagen. Dus wij houden ons ook nog een beetje gedijst. En wanneer de Spanjaarden meer beginnen te knallen, gaan we gezellig meedoen. Je kan er nu niks van zien, want het is pittig donker op het moment. Maar beneden, en jullie zien daar een lampje daar branden. Daar is de show dus. En dat gaat zometeen hier de lucht in. Het is een Mascleta Nocturna, dus ook met siervuurwerk ertussen. En wij staan echt precies mooi ervoor. Je kan niet echt makkelijk druk voelen, omdat het in een rivierbedding is. Maar voor een siershow is dit best een mooi plekje. We'll be right back.
foutje deze. Ja, mooi. Nou, zien jullie daar vuurwerk afgaan in de verte? Dat is het Palauplein. Op grote afstand kun je gewoon het vuurwerk al horen en zien. Lekker rustig aan het lopen, langzamerhand richting Palau. Je hoort de knal al afgaan vanaf daar. Alle kanten op die dingen. Zo, het is voor ons op dit moment al ochtend, want het was gisteravond waren we redelijk moe, dus we zijn lekker het bed ingekropen om even goed rust te pakken, want vandaag eigenlijk, voor jullie in de volgende vlog, dan hebben we zelfs 5 shows op de planning staan. Maar goed, dat zien jullie dan wel. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Pai Porta Show, de Mascleta Nocturna. Dat was zeker een mooie show met mooie shells. Zelfs een aantal lowbreaks ertussen, wat wel geinig was om mee te maken. Maar goed, wij gaan ons klaarmaken. En hierbij eindig ik ook dus deze video. Vond je dit een leuke video? Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Jullie weten het hele gedonder wel. Ik zie jullie bij gewoon bij de volgende. Laters.